fantastisch. Ja. Zo brak. Helemaal Japanese style. Hoe geweldig. Dit is wel heftig. Alsof ik gewoon ontplof. Ik kan dat gewoon nog niet beantwoorden. Zieke FOMO nummer. Goedemorgen! Fietje is ook hier en we hebben vandaag heel leuk een shoot voor de Glamour. Samen met Levi's, dus dat is vet leuk. En dat gaat om ons, Sophie Mae en Saar. Helemaal gezellig, dus ja, we zijn eigenlijk een beetje nu gewoon hier thuis. Even aan het chillen en aan het wachten tot die shoot is. En ik heb net een shotje gehaald, gemberschotje van de markt. En die wilde ik dus net nemen, maar toen zei Vita, oh mijn god, is die van de markt? Met een Q. En toen zei ik ja, toen zei ze, niet normaal. Zo ongelooflijk scherp. Bizar. Dus ik ga dat nu met jullie uittesten. Maar misschien had ik wel een fout, hè? Maar ja. Ja, misschien had jij net ongeluk of zo. Ik maak hem maar open. Hij zag er anders uit. Anders? Ja. Want kijken, want het was een. Dit is ook best een. Dit zijn eigenlijk twee shotjes volgens mij, of niet? Nee. Nou, het is best wel groot, ja. Ik durf het bijna niet. Oké. Okay. Nee. Dan had ik echt een ander short van de schoolschot die gehaald. Maar die was ook groter. Dat waren eigenlijk twee soortjes in één. En hij was ook bruin. Dus misschien was het ook een soort van... Hier, aangelengd met appel. Ja. Nee, die had ik niet hoor. Dat is een feestje. Aangelegd met appel. Nee, dus valt heel erg mee. Oh, Cardi. Een beetje prikkie. Ik heb honger. Ik ook. Oké, zullen we de deur uitgaan? Want ik heb hier niet echt eten. Niks voor mij. Maar goed. Let's go. Hallo. Ik heb net gegeten met Fietje. En we moeten zo natuurlijk naar die shoot. Maar Vita die gaat er zelf heen. Dus ik zie haar gewoon daar. En ik moet nog wel even wat dingen doen. En ik was ook even bezig in een nieuw boek. En dat wilde ik even met jullie delen. En dat heet Verander je leven in 7 dagen. Change your life in 7 days. Van Paul McKenna, als ik het goed uitspreek. En ja, ik vind het tot nu toe best wel een goed boek eigenlijk. Ik heb vorig jaar een e-reader gekocht. En dat is echt heel chill. Dan hoef je dus niet meer naar de winkel om een boek te halen. En dan kan je gewoon non-stop lezen. Dus ik vind het wel heel fijn. Maar in ieder geval. Het boek gaat er eigenlijk over dat je gewoon geluk en succes totaal zelf in de hand hebt. En daar geloof ik ook wel in. En dit boek is dus eigenlijk anders dan andere zelfhulpboeken. Omdat hij geeft gewoon super veel tips en ook technieken en opdrachten. En hij stelt vragen waardoor je echt zeg maar aan de slag gaat met jezelf. En dat vind ik wel heel leuk. Het zijn gewoon ook allemaal oefeningen die erin staan. Ja, hij stelt dus bijvoorbeeld ook vragen zoals... Wat zijn de 3 belangrijkste lessen die je in je leven hebt geleerd? Nou, dat is best wel pittig om daarover na te denken. Dus ik zat zo na te denken. Toen dacht ik van, nou, 3 belangrijkste lessen. Les 1 is, nou ja, toch echt wel volg altijd je gevoel en je intuïtie. Want dat klopt altijd. Vaak, weet je wel, met werk, met liefde, met vrienden. Met mensen die je ontmoet. Je voelt zeg maar in jezelf altijd een soort van stemmetje. En vaak luister je daar dan niet naar. Het is heel lastig om daar meteen naar te luisteren, vind ik. Omdat je verstand dan wel vaak tegenspreekt. Maar het blijkt altijd dat stemmetje, die intuïtie, heeft gewoon altijd gelijk. Dus dat is zeker een les die ik heb geleerd. Een tweede les die ik heb geleerd is denk ik wel... Oordeel niet te snel over anderen. Want ja, ik had daar best wel een handje van. Dat ik gewoon gelijk dan een vooroordeel over iemand had. En dan ontmoette ik diegene en dacht ik... Wow, jij bent eigenlijk vet leuk. Of je komt erachter dat iemand echt een mega erg verhaal met zich meedraagt. En dat je denkt, wauw, ik had nooit verwacht, weet je wel, dat je zoiets ergs hebt meegemaakt. En daarom ben je dus zo. Dus ik denk dat het ook goed is om altijd gewoon maar te beseffen dat iedereen heeft een eigen verhaal. Ik ook.
degene naast je ook, degene die tegenover je woont ook en degene die je in de Albert Heijn tegenkomt ook. Ja, iedereen. Dus het is dan wel goed om te relativeren en te beseffen van, ja, niet meteen zeg maar zo snel te oordelen. En dat is niet altijd mogelijk, want ja, dat doe ik af en toe nog steeds natuurlijk. Ik denk dat het menselijk is, maar ja. En de derde les is denk ik dat werkelijk alles wat je wil in het leven is mogelijk. Gewoon, maar dat weet ik eigenlijk al best wel lang, want alles wat ik ooit heb gewild op het gebied van studie, liefde, relaties, reizen, elke keer had ik iets in mijn hoofd. En dan ging ik er gewoon voor. En dan lukt het ook. Ook al leek het eerst onmogelijk. Ja, het klinkt ook heel vaag dit. Maar ik weet niet. Ik denk als je er maar gewoon genoeg in gelooft. En ook actie onderneemt natuurlijk. Dat je gewoon echt je best ergens voor doet. Dan gebeurt dat ook gewoon. Daar geloof ik heilig in. Dus wat dat betreft heb je ja, echt wel succes en geluk in eigen handen. Nou, en hij stelt bijvoorbeeld ook een hele heftige vraag van, wat staat er op jouw grafsteen? Nou, ik vind dat, ik kan dat gewoon nog niet beantwoorden, denk ik. Ik vind dat heel lastig. Wat staat er op jouw grafsteen? Holy fuck. Nou, daar moet ik echt over nadenken. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Van, wat staat er op jouw grafsteen? Ja, ik wil sowieso iets met een positief mens waar je graag bij wil zijn. Nee, ik weet het gewoon niet. Jezus, ik vind het zo moeilijk, want dat is dus eigenlijk wie je wilt zijn. Nou, vind ik wel een diepe. Moet ik echt nog over nadenken. En dan een andere vraag is bijvoorbeeld, wie ben je als je op je best bent? Nou, ik ben op mijn best als ik vol zelfvertrouwen in het leven sta, positief ben. Als ik heel veel moet lachen, betekent het dat ik heel gelukkig ben. Dat is echt wel een teken bij mij. Ik ben sowieso iemand die altijd veel moet lachen. Dus als ik niet meer lach, dan is er wel wat mis. Als ik de hele tijd heel serieus ben. Wie ben je als je op je best bent? Ik denk sowieso energie voor 10, vroeg opstaan. Maar ja, dat heeft maar niks meer met persoonlijkheid eigenlijk te maken. Tenminste, wel energiek natuurlijk. Maar ja, het is ook wel leuk om over na te denken. Maar goed, ja, je ziet het. Ik vind het gewoon super leuk om me echt bezig te houden met al dit soort vragen. Omdat ik echt het gevoel heb dat ik gewoon steeds dichter tot mezelf kom. En mezelf steeds beter leer kennen. Je hebt eigenlijk gewoon zoveel lagen in jezelf. En ja, ik heb heel veel lagen gewoon genegeerd. Of die ken ik niet van mezelf. En dat komt nu dan allemaal naar boven. En ik vind dat echt zo ontzettend leuk. Ik krijg er zoveel energie van. Dus ja, dat wilde ik gewoon even met jullie delen. Nou, ik heb net gereisd, want ik moest heel even wat kleding ophalen bij Social Rebels. En nu heb ik even wat luchtigs aangetrokken, zoals je kan zien. Want we hebben nu toch die shoot. Dus ja, we krijgen natuurlijk kleding van Levi's aan. Make-up, haar wordt gedaan. Dus ja, ik heb gewoon dit maar even snel aangetrokken. En dan ga ik nu snel op de bicicletta richting Duke of Tokyo. We zijn net aangekomen. Vita die gaat meteen in de make-up. En ik ga daarna in de make-up. De rest is al allemaal opgemaakt en wordt nu het haar gedaan. En ja, ik heb er echt zin in. Maar het is wel winterkleding wat we aankrijgen. Dus dat wordt leuk zo meteen met de shots voor buiten. Het is namelijk zo heet buiten. Maar goed, hè? Dat is het leven van een model. En ik ben natuurlijk een echt model. Dus ja, ik ben benieuwd wat voor look ze gaan maken bij mij. Haar en make-up. Dus we gaan het zien. Wat gaat er met haar gebeuren eigenlijk? We gaan het half opsteken. En dan in plaats van dat we normaal zeg maar zo'n bun doen, dan gaan we nu een stopdoek gebruiken. Leuk! Helemaal Japanese style. Helemaal Japanese style. Love it!
Ik ben even naar de badkamer gelopen, want dan kan ik mezelf zien. Er zijn die spiegels natuurlijk daar. Maar echt leuk dit haar. Helemaal zo'n big hair en dan met die stokjes. I like it. En nu natuurlijk nog de kleren aan. Vita die is net verified op Instagram. En dan denk ik, hoezo ben ik dat niet? En Vita wel. Ik wil ook verified zijn. Godverdorie. Is toch raar? Zieke FOMO nu. Oh, dit is echt een doodeng shot. Holy fuck. Ik sta dus nu in zo'n karaoke booth. En ik ga heel even mijn kleding aantrekken. Maar ik dacht leuk om dit te laten zien. Maar ik lijk wel de Hulk. Nah, dit is bizar. Wij zijn op een andere locatie, namelijk bij mama Kelly. En de rest is met de fiets. Oh, en ook met de Uber volgens mij. Maar laten wij maar gewoon naar binnen gaan, toch? Ja. En ze weten dat we er aankomen, dus... En eten en nog even shooten. Volgens mij zijn we dan klaar. We gaan even een bepaalde ruimte zien. We worden opeens meegelokt. Super secret. Super secret. Oh, daar houden we van. Maar je gaat wachten. Oh my god. Hoe geweldig. Oh mijn god. Alles panter. Hoe fantastisch. Sick. Hoe leuk. Gewoon overal. Wel echt leuk gedaan dit, hè? Wij hebben net shots opgenomen op de scooter. Dat was heel leuk. Ik heb hier wel een soort pukkel, dat is altijd minder met een shot. Volgens mij moeten we de shots opnemen zo bij de sunset met z'n allen. Oh, maar eerst eten volgens mij. Ja? Ik heb lekker kippetje besteld. Dat hoop ik wel. Heb jij ook weer besteld? Een half kip. Maar heb jij de oosters of de boterkip? Boterkip. De klassieke kip. I keep, keeping it classy, bitch. You're the classic bitch. I know. Classy, bitch. Glazen? Ja. Het eten is er en het is niet normaal. Ach, deze kip. Ik heb hem al aangevallen voor de helft. Ziek. Ja, met er gewoon de handen, tanden erin. Als een Neandertaler gewoon raad. Nou, niet normaal lekker dit. Ik ben weer thuis, zoals je kan zien. En ik ben meteen op bed gaan liggen, want ik ben zo kapot. Maar het komt denk ik ook omdat we zeg maar, dat heb ik eigenlijk helemaal niet meer gefilmd. Maar na die kip kregen we dus allemaal toetjes op tafel. Dat was ook natuurlijk om te filmen. Maar die hebben we allemaal opgegeten. Het was zo lekker. Maar nu heb ik gewoon het gevoel alsof er een soort, ja, alsof ik gewoon ontplof. Ontplof van de chocola, karamel, ijs, slagroom, cookie. Nou, wat was het allemaal? Het was echt niet normaal. Het was wel zo lekker. En ik kan normaal geen toetjes eten, omdat ik een notenallergie heb. En heel veel toetjes zitten noten. En nu kon het dus. Dus dan ga ik ook meteen all out. Oh, maar het is heel kut, want nu is het al vet laat. En ik wil eigenlijk gaan slapen. Maar... Ik zit zo vol. Ik weet niet of het gaat lukken. Sorry, ik kan mezelf niet meer inhouden. Jezus. Oké, jongens. Ik ga mezelf ertoe dwingen om make-up eraf te halen. En slapen. Good morning. Het is de volgende dag. Heerlijk geslapen. En dit is mijn definitie van... Een heerlijk ontbijtje. Oh mijn god, ik heb hier zoveel zin in. Nog een beetje kokosyoghurt. En al die lekkere zaden erin. Want ik ben een vogel. En een koffie. Oh, lekker dit. Vet lief, want we kregen ook nog een goodie bag gisteren mee. Bedankt voor de leuke samenwerking. Veel liefs, Glamour. En wat zit er allemaal in? De Glamour natuurlijk. Het zomerboek. Ah, altijd lekker. Welke is dit ook weer?
Een boekje. Opschrijfdingetje. Oh, wat chill. Ik hou van Diptyk. Even ruiken. Oh, wat lekker. Niet normaal. Le Redouté. Zo lekker. Niet normaal. Oh, ik hou hiervan. Ik moet nu snel de deur uit. Want ik ga naar de tandarts. En het is heel spannend. Want ik krijg waarschijnlijk een... hoe noem je dat? Doorzichtige beugel. Invisaligner. Ik kwam niet op het woord. Ja, want dan gaan ze optisch en tanden zeg maar net wat naar voren zetten. Waardoor je dan een soort bredere glimlach krijgt. En de tanden die scheef staan worden zeg maar recht gemaakt. Ik heb vroeger wel een beugel gehad, maar ja, op de een of andere manier is het gewoon met de jaren heen toch wel weer een beetje scheef gaan staan. Deze staan heel zeg maar gekanteld, weet je, naar binnen. Dus die gaan ze meer volgens mij naar buiten doen. Maar goed, ik ga het allemaal zo horen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel spannend. Nou, ik ben gearriveerd bij de tandarts. Ik ben nu aangekomen bij Annemie. Hallo. Hallo. En ik ben heel benieuwd, want ik ga nu een soort van resultaat zien van hoe het gaat worden, toch? Ja, dit is hoe ze het hebben gepland. Oké. Okay. En als we daar akkoord in zijn, dan worden jouw bitjes gemaakt. En dan over 15 weken, als het goed is, zijn jouw tanden zo. Dan al? Ze hebben dit gebaseerd op 15 bitjes. Oh, ik was echt uitgegaan van een jaar. Dus het is alleen maar heel fijn. Dit is wat de situatie in jouw mond nu is. Van voor kan je het misschien niet zo heel goed zien, maar deze twee tandjes die zijn gedraaid. Ja. Verder is het niveau van het tandvlees is niet helemaal gelijkmatig. Zowel bij de boventanden niet als bij de ondertanden. En dit is wat er gaat gebeuren in de geplande 15 bitjes. Wat het belangrijkste is, is het gedeelte boven. Is dat het tandvlees helemaal mooi opgelijnd is, noemen we dat. Dat de kleine snijtanden, die zijn gedraaid. En wat je dan ziet is de onregelmatigheid in de slijtage van hoe de tanden nu staan. Inderdaad. En dat is dan de tweede fase van de behandeling, is dat we wat er is afgesleten, dat we dat gaan herstellen middels of porselein facings of met composietrestauraties. Oké, interesting. Omdat de hele boog wat breder wordt. Ja. Met het breder worden van de boog word jij iets meer Julia Roberts. Nou kijk, daar houden we van. Een brede lach. Een brede lach. Optisch. Dit is wel heftig. Gewoon deze is dan veel korter dan die. Verschil, ja. En deze. Kijk, dit is hoe het nu is. En het is niet dat jij met een hele lelijke mond met tanden rondloopt. Dus wat dat betreft zullen die veranderingen, verbeteringen, zullen niet mega zijn. Maar dat is eigenlijk niet wat we willen. Wat we willen is dat we een eindresultaat krijgen die past bij jouw gezicht. Die ook past bij de originele vorm van jouw tanden. Maar dat we terugbrengen in de stand en de vorm zoals het ooit was. Yes! Ik ben weer thuis en ik krijg gewoon een beugel. Nou, dit is toch zo bizar. Maar gelukkig is het wel zeg maar zo'n soort van plastic bitje wat je in je mond krijgt. Dus niet een slotjesbeugel. Dat vind ik voor mijn leeftijd... Ja, ik weet niet. Ik zou dat niet zo snel meer doen. Dat had ik gewoon toen ik 15 was. Maar zoals je kon zien, heb ik gewoon een hele soort van verkeerde beet. Op de een of andere manier. Waardoor gewoon al mijn tanden afslijten. Nou, ik vind dat best wel heftig. Sowieso ben ik heel blij dat het dus waarschijnlijk maar 15 weken is. Dus gewoon maar 4 maanden dat ik dat bitje krijg. En niet 2 jaar of zo. Nou, we hebben het natuurlijk ook over facings gehad. En dat komt dan na de beugel. Want ik heb sowieso al wat stukjes neptanden. Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik ga een keer een verhaal vertellen. Ja, ook zo triest dat ik dat nu zeg en niet vertel. Maar dat doe ik wel als ik de beugel ga ophalen, denk ik. Iets heel ergs wat ik heb meegemaakt. Waardoor dus allemaal stukken van mijn tanden eruit zijn gevallen. Ja, dus daarover later meer. Dat is mijn verhaal. Maar daardoor ben ik gewoon de hele tijd van tandarts naar tandarts geweest. En toen Martijn, die vriend van Fiet... Die wees mij dus op de tandenkliniek, op Annemie.
En dat zij zo goed is, dat zij echt gespecialiseerd is in de restauratie van je gebit. Nou, en er zo iemand was ik op zoek en ik had met haar ook meteen gewoon een klik en een relaxed gevoel. En ik hoor echt dat zij mega goed is, dus ik ben gewoon heel blij dat zij nu gewoon met mij aan de slag gaat en met mijn gebit. En dat we er gewoon helemaal wat moois van gaan maken. En dat ik helemaal een Julia Roberts smile krijg, wat zij zei. Dus ja, ik heb er wel zin in. Maar ik vind het ook wel ja, gek dat ik dan nu opeens een beugel krijg. Bizar. Yes, good morning. Het is Gay Pride vandaag. En ik ben zo blij, want dit is echt mijn lievelingsdag. Ik vind het het allerleukste feest van het jaar. 10 keer leuker dan Koningsdag ook. En nou, ik sta helemaal in de startblokken. We gaan vandaag op de boot van Noor, samen met ja, alle vriendinnen, vriendjes, helemaal gezellig. En iedereen moest eten meenemen en nou ja, drank natuurlijk. Dus ik heb net even een koude pasta salade gemaakt. Ik ben ook helemaal overhit gewoon, want het is hier 6000 graden en als je dan gaat koken, nou dat is niet zo'n goed idee. Maar goed, het is gelukt. Nee, en zo dom, ik ging dus net soort van glitter, nou ja, body lotion opdoen op mijn benen. Wat gebeurt er? Typisch mij dit. Dit is dus wat ik aan wilde doen. Met dit hemdje zo leuk. Nou, dat kan ik dus wel weer vergeten. Dus ik moet even kijken wat ik dan aan doe. Zo irritant. Nee, dan kan ik zo van mezelf balen. Maar goed, ik moet wel een beetje opschieten. Dus ik denk dat het gewoon een wit t-shirtje wordt dan. Oké, het is gewoon dit t-shirtje geworden, wat ook heel leuk is. Al even die kettingen doen. Zo. Yes, zoveel zin ik ga. Ik ben net aangekomen op de boot en het is fantastisch. Oh my god. We hebben zo'n goede plek. The day after. Ik kan mijn gezicht gewoon niet laten zien. Ik ben zo brak. Niet normaal. Het was een fantastisch feestje, maar ik ga gewoon echt dood. Ik blijf ook gewoon echt thuis de hele dag. Oh my god. Ja, dit is gewoon exorbitant. Jezus. Niet normaal dit. Ik ben begonnen met koken en ik dacht ik ga jullie even laten zien wat ik aan het maken ben. Omdat ik daar altijd zoveel berichten over krijg. Dus waarom dat niet even vloggen? Het wordt een rode curry met garnalen en groenten. Dus ik ga het wel even laten zien. Normaal is wel rode curry veel lekkerder als je het zelf zeg maar maakt. De rode curry, zeg maar echt de saus. Maar ik ben af en toe een beetje lui en dan ja... Dan doe ik het dus op deze manier. Begin in ieder geval met gember te bakken met garnalen. Nou, zoals je ziet, broccoli is erbij. De garnalen zijn wel iets te klein. Ik dacht dat ik grote had gekocht, maar ze zijn echt mega klein. En ik heb zilvervliesrijst, want dat is natuurlijk beter dan wit. En dan heb ik hier pak soi. Die ga ik even snijden en dan erbij doen. Dan heb ik nog een hele goede truc. Namelijk, als je geen vieze handen wil van knoflook... Dan doe je gewoon de knoflook in zijn geheel erin. Komt dan wel net wat minder uit. Maar dan doe je er gewoon 2 of 3. En dan komt het er ook uit. Kijk maar. Oh, dit is moeilijk met 1 hand. Fuck. Nou, met 1 hand lukt het niet. Even met 2 handen. Knoflook doe ik trouwens altijd als een van de laatste dingen erbij. Want het brandt zo snel aan. Dus dan maak ik altijd even een kuiltje. En dan ga ik het hier een beetje bruin in bakken. En dan mix ik het er doorheen. Dan. En dan jongens,
dit erbij. Dit is zo lekker. Gewoon van Albert Heijn merk. En dan doe ik dit erbij. Kokosmelk. En dan mix ik het allemaal. En als laatste koriander. Nou, als dan alles met elkaar gemixt is, dan ziet het er dus zo uit. Een laag koriander erop. Maar ja, de saus en onderop heb ik de rijst. Heerlijk! Boe. We zijn alweer aangekomen bij het einde van de vlog. Die ik nu ga afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie volgende week. Mwah.